De acties die door de Alcoa zijn uitgevoerd, zijn volgens de multinational beoordeeld en geaccordeerd door de Surinaamse regering. Dit zegt het bedrijf in een vandaag uitgegeven persbericht met betrekking tot de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij. Voorts zegt Alcoa dat de Suralco-ontmanteling in overeenstemming is met de veiligheids- en milieustandaarden. Volgens het persbericht besloot Alcoa in november 2015 de productie van de Suralco-raffinaderij geleidelijk aan te reduceren nadat grondig onderzoek en analyse had uitgewezen dat de raffinaderij niet meer rendabel kon zijn. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse regering voordat de productie volledig is stilgelegd. In 2016 bereikte Alcoa na aanvullende besprekingen over de toekomst van de raffinaderij een akkoord met de Surinaamse regering via de presidentiële onderhandelingscommissie voor de bauxietindustrie om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen. In de afgelopen 6 maanden heeft de presidentiële onderhandelingscommissie voor de bauxietindustrie de plannen van Suralco voor ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd. Wegens afspraken met betrekking tot het delen van vertrouwelijke informatie is het eerder niet mogelijk geweest details over de onderhandelingen tussen Alcoa en de presidentiële onderhandelingscommissie uit te geven, aldus de Alcoa in een persbericht.